En waar hij gebleven is? Nou ja, Joost mag het weten en de werkers die weten dat ook niet. De werklui, die weten het ook niet. Dus ja, ik snap er niks van hoor. Ja, helemaal bizar. Waarom gaat hij weg? Hij liep zo goed. Ik hoop toch dat hij ergens anders terechtkomt. Ja, lieve vrienden, ik leg hier. Het is weer een beetje bijgeverfd, geloof ik. Tenminste, met die masker. Dus het komt helemaal goed. 10 minuten, hè, was het? Ja, ja 10 minuten. En dan gaat het weer af. En dan, tenminste, dan wordt het uitgespoeld, laat ik het zo zeggen. En dan gaat de schaar, de tondeuse, weet ik veel wat gaat erin. Lieve vrienden, welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag alweer woensdag, de 28e van de 2e 2024. En we leven om 12 uur 56. Ik ga snel de meisjes uitlaten, want ik moet de stad in. En ik moet naar de Vodafone, want ik kan niet meer op internet. En ik, maar wat is app? Gewoon die kleine dingetjes. Maar ik kan verder niks meer doen. Ik kan niet naar TikTok, ik kan niks. Dus mijn bundel is op. Heb ik nog nooit eerder van mijn leven meegemaakt sinds dat ik een mobiel heb met internet. En hou jij je mond. Dus ja, mijn bundel is op. En ik heb zelfs al een beetje bijgekocht. Maar het is op. En dat vat ik niet. Hoe kan dat? Er wordt er gezegd van ja, zit je wel op wifi? Ja, dat antennetje van wifi is aan, dus ja, ik weet het even niet, maar het zal. Dus ja, we gaan erachter komen. En dan wachten we dat even af. Ik weet niet hoor, iedereen zit toch overal op en dan raak ik de bundel ook niet op. Hoezo ik dan in ene wel, nog nooit eerder meegemaakt. Nou, en ik heb al enige jaren... Nou ja, reken maar uit dat de mobieltjes met internet begon. Ja, toen begonnen wij ook dus met internet op mobiel. Dus ja, hoe dat kan, ik weet het allemaal niet. Ik snap er niks van. Dus, maar dat komt allemaal goed. Wij gaan in ieder geval ook genieten. Leuke dingen doen. Ik heb het echt doen. Nou, mijn neus die kriebelt. Zeker een stofje in. Dat kan. Ja. Maar in ieder geval, we gaan ook leuke dingen doen. Want jullie gaan ook mee. Ik ben Vodafone. Ga ik jullie niet pakken. Nee, maar jullie gaan wel mee. Maar ik ga eerst de hondjes doen. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon lekker met ons mee. Met mij mee. Want de hondjes gaan dan niet mee. Want dat kan ook weer niet. Nee. Maar geniet gewoon met mij mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ik heb de meisjes dus al uitgelaten en ik dacht dat het later was dan dat was. Dus, maar nee. Ik denk, nou, dat is nog lekker even tijd voor een broodje en een bak koffie. En ik was wat vergeten van boven mee te nemen. Heb ik ook gelijk even opgehaald. Maar, ik tik ergens op. Dat is een kaart. Ja, er lag post in de brievenbus. En ik loop naar boven. Nou, ik denk, zal dat Corrie wezen? Kom beneden. En ik pak. En ja hoor! Onze Corrie, uitlezen. Gewoon een heel leuk kaartje met bloemetjes in een goud hartje. Ja. Geweldig. Nou ja, met natuurlijk een hele mooie tekst erin. En ook vanwege mijn mannetje. En ja, ze was met de kerst ziek, schrijf ze. En met oud en nieuw was ze dat ook, geloof ik. Oud opnieuw was ik vermoeien tijdens de kerst. En oud en nieuw was ik vermoeiend ziek. Griep. Met vraagteken en uitroepteken. Nu is alles weer oké. Gelukkig. Maar ja,
Ja, de rest is natuurlijk privé is voor mij en er zat inhoud bij en ja, dat is ook privé, dat gaat jullie lekker niks aan. Nee, maar ik had wel even traantjes in mijn ogen en ik stond als het ware met een mond vol tanden die ik niet heb. Maar ja, ik stond wel met mijn mond open en waar ik, ja toch. Ik denk, nou die vergeet mij helemaal, ik besta niet meer of zo. Ja, dat kan toch, je weet het niet. Het is ook een dame op leeftijd en die kan dement worden. En ze kan mij dan ook vergeten, dat weet je niet. Dat is net zo weer met Anna. Nou, dat heb je gezien met dat cadeautje uitpakken voor Valentijn. Ja, dat was al een dag te vroeg, want dat was op de 13e. Maar dat maakt niet uit, dat gaat om het gebaar vanaf mijn kant. En Anna, die was even mijn naam ook weer kwijt. Nou, dan moet ik het zelf zeggen. Weet je? Corina. Ja. Nee, het maakt allemaal niet uit. Maar dat heet gewoon met mensen die beginnen te dementeren. Of ja, al ergens halverwege de dementie zitten. Weet je? Ik weet niet hoe en wat. Ik heb het zelf gelukkig nog niet. Laten we het afklappen. Maar zolang ik nog dat allemaal kan doen. En de boel kan regelen. Komt het helemaal goed met mij, ja toch? Ja. Maar die kaart die gaan we dus ophangen vanmiddag. Maar ik moet eerst zo meteen weg, want ik moet ook naar de Vodafone. Dus we gaan de hort op. Dus ik neem jullie lekker mee. Jullie gaan mee in de tas. En dan komt alles weer goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet maar lekker mee. Nou, lieve vrienden, het is me toch wat. Ben ik er net heel erg geschrokken buiten? Ik ben al bij de Vodafone geweest. Met mijn telefoon is er helemaal goed. Ja, daar ben ik weer helemaal happy mee. Maar, onze geliefde patatzaak. Mijn terrasje. Weg. Wordt gesloopt. Hoe dan? Mijn geliefde patatboer. Mijn eigen gemaakte patat. Weg. Mijn wijntje. Weg. Mijn frikandel. Weg. Helemaal weg. Ja, ik laat het jullie zo eventjes zien. Maar het is gewoon bizar. En waar hij gebleven is? Nou ja, Joost mag het weten en de werkers die weten het ook niet. De werklui, die weten het ook niet. Dus ja, ik snap er niks van hoor. Ja, helemaal bizar. Waarom gaat hij weg? Hij liep zo goed. Ik hoop toch dat hij ergens anders terechtkomt. Ja, ik hoop toch dat hij ergens anders terechtkomt. Ik vind dit zo heel erg bizar. Heel bizar. Ja. Verdrietig. Maar ja, wat doen we eraan, hè? Heel verdrietig, ja. Ik ga eens eventjes vragen, misschien dat een ander het weet. Ja, je weet maar nooit. Heren, weten jullie ook waar die mensen naartoe zijn voor de patatzaak? De patatzaak? Ja? Nee. Vakantievieren of zo. Vakantievieren of zo. Nou nee, het was mijn... Hoi op de vlog, mevrouw. Ja? Hey, goeiedag. Zeker. Dan moet je ook mijn naam zeker weten, anders kan je jezelf niet meer terugvinden. Nee hoor, ik hoef mezelf niet te vinden hoor. Oh. Zie ik mezelf al. Gaat u viral, hè? Viral. Nou ja, ik zit op YouTube dus, ja. Ja, op YouTube? Ja, uiteraard zit ik op YouTube. Anders vlog ik niet, hè? Ja, mooi hè. Is dat uw hobby? Onder andere, ik heb meerdere, dus ja. Hoeveel abonnees heeft u al? Weet ik even uit mijn hoofd niet, want ik heb het momenteel razende druk in mijn hoofd met andere dingen ook. Oké. Okay. Maar in ieder geval dik over de 700. Oh, nou dat is wel een hele hoop. Nou, voor mij wel, ja. Of naar de 1000, hè? Dat proberen we wel. Ja. En ook sta ik al met Enzo Knol al op de foto voor een paar jaar terug al. Echt waar? Echt waar. Zo. Ik helemaal terugvinden, dus ja. Nieuwe maar... Enzo Knol. Nou nee, ik word wel de vloggende oma van Den Helder genoemd. Okay. Maar ook speelde ik altijd Pokémon Go, dat doe ik af en toe nog. Dus ik begon al met een bijnaam, Pokémon Oma. Pokémon Oma. Ja.
Dus, nou ja, nou doen we ook dit erbij. En toen was er een kind die zei van, vloggende poken, oma. Ik zeg, wat jij wilt, schat. Ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Dus, maar ja, ik ga nou weer verder, want ja, ik ga hem weer opruimen. Dus ik zeg jullie, lieve vrienden, geniet verder en tot straks. Doei, doei. Zo, lieve vrienden. Ja, een andere omgeving weer. Ja, jullie zien er een lopen, helemaal top. Jullie weten denk ik dan al wel waar ik zit. Ja, en dat is nergens anders dan bij de Golden Sissers, oftewel de kapper. Ja, ja. En daar ben we weer helemaal blij mee. Maar er zijn geen dames om mij te helpen, nee. Er lopen nou drie heren rond. Ja, ken je dat? Ja, geweldig. Gaat het? Was goed? Helemaal goed, man. Mooi, 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 mooi. Mooi, man. Moet je er wel helemaal op komen, hè? Ja, ik wou net zeggen. En dus. Ja. Maar we gaan straks, weet ik veel waar, ergens zitten. En ik heb eventjes twee armbandjes erbij gekocht. Want die zwarte, die gaan er eraf. Ja. Dus, kom thuis wel. Komt het helemaal goed. Waar mag ik gaan zitten? Zometeen moet de plaats nemen op stoel 1. En op dan, de stoel 1? Ja, en dan gaat je haren gaat... Een hele mooie stoel. Ja. Laat ik jullie even zien. Nou, nu niet, hè. Nu niet straks. Nee, maar ik laat het wel even zien. Ja, laat het straks even. Ja, kijk. Dat is een echte kapperstoel, hè? Voor pedaal, gas geven maar. Hallo. Hallo. Dus, nou, komt helemaal goed. Ja, komt helemaal goed. Ja, echt wel. Dus we gaan er straks gewoon voor. Ja, helemaal goed. Hè, hè. Oh jee, ja, ik heb nog wat in mijn tas zitten. Moet ik ook even pakken. Ja, komt ook helemaal goed. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon mee. Tot zometeen. Ja, lieve vrienden, ik leg hier. Het is weer even een beetje bijgeverfd, geloof ik. Of tenminste met die masker. Dus komt helemaal goed. 10 minuten, hè, was het? Ja, ja, 10 minuten. En dan gaat het weer af. En dan, tenminste, dan wordt het uitgespoeld, laat ik het zo zeggen. En dan gaat de schaar, de tondeuse, weet ik veel wat gaat erin. Ja, we zien wel wat het gaat worden. Ik doe mijn ogen dicht, dat weten jullie. Ik zie altijd wel vanzelf wat het worden gaat. Ik zou zeggen, geniet gewoon straks mee. Ja, doen we gewoon. Dus ik zou zeggen, tot later. Nou, we zijn er weer. Ja, het is er al uitgespoeld. Dat is erbij, joh. Er staat een lieftallige dame achter me, maar die spreekt geen bal Nederlands. Nee. What's your name? Tanja. Ze spreekt ook geen Engels. Nee. Dus communiceren is er niet bij. Maar het maakt niet uit. Komt helemaal goed. Laat haar gang gaan met hulp van de baarzin. Dus goed. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, jullie zien het. Ik moet mijn bril nog even afhouden. Maar Tanja die is nog druk bezig. Maar het is op zich aardig mooi geworden, vind ik. Geweldig, beautiful. Ja. Echt heel mooi. Beautiful. Dank je. Tanja, welk land kom jij vandaan? Where you're born? De wie? Oekraïne. Oekraïne. Ach zo. Nou, Oekraïense kapster. En ze is helemaal top. Of niet dan? Vind ik van wel. Ja, ik ben er blij mee. Ze heeft het helemaal goed gedaan. Dus ja, alle duimpjes voor Tanja. Dus. We zien jullie straks weer verder. Ik heb zo'n Brita-ding gekocht. Ik vind het toch wel prettig. Ja, jullie horen het weer, hè? Ja. Zeker. Ze kan nooit de snater houden, nee. Nee, Idrietje. Ja, maar ze wist het ook niet, hoor. Ze wist het ook niet. Nee. Maar we zijn dus weer bij onze Marianne aanbeland. Ja, hallo schat. Wat heet toch een lekkere bos met haar. Ja, ja. No. Ja, echt. Oh, ik zie er niet uit. Ja, en dat zag ik er eerst ook niet. En ik ben van de... Nee, wanneer was het vorige week? Ben ik ook 2 dagen half om half geweest. Ja, 1 dag nou ja, meer op mijn bed gelegen dan wat anders. Ja, ja. En de dag erop was ik er wel weer, maar dan moet je niet kijken hoe. En we doen nog een bakje koffie. Komt eraan. En dat is visie voor Sylvester. Ja. En waar is Sylvester?
Zit hij buiten te wachten, denk ik. Zit hij buiten te wachten? Ja. Ik zie niks. Ja, hij is wel buiten. Ik vind het niks. Sylvester Stallone, waar are you? Hij is in de tuin. Ja, denk ik ook. Maar in ieder geval, ja, lekker bakje koffie. En ja, daarna dan ga ik eventjes, denk ik, langs de Vomar. Om nog even wat eten te halen, warm eten. En dat gooi ik dan vanavond al in de magnetron. Ja. En dan de meisjes uitlaten. En dan vanavond een vlog in elkaar zien te gooien. Ja, komt helemaal goed. We houden gewoon weer vol goede moed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten, bon appétit. En tot later. Doei doei. Zo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Want ja, het is gewoon fijn en, dat we er weer zijn. En dat ik jullie weer mag zien. En ja, jullie, ik ben er echt blij mee. Ze is, ondanks dat ze de taal nog niet beheerst, dan een paar woordjes. Maar het maakt niet uit. Ze deed het op zo'n lieve manier. Ook om de havenklap was mijn gezicht het schoonvegen met zo'n zacht borsteltje. Zo'n kwast met zo'n grote, nou ja, laat me zeggen, een plumbo voor gezichten. Ja. Dat doen de normale Nederlandse kappers niet zo vaak. Dan doen ze dat alleen nog wanneer ze klaar zijn met het knipwerk. Dan gaan ze alles met een föhn in, met een boendertje, met zo'n kwast schoonvegen, maar zij doet het ook tussendoor en heel lief met aanraken, et cetera, en zorgvuldig. Ze deed dat ook eigenlijk in mijn ogen er langer over dan een Nederlandse kapster. Maar shout-outs, of hoe zegt Karin dat? Nou ja, de duimpjes naar haar. Ja, voortreffelijk, echt waar. Tanja, je bent geweldig, ja. En ik hoop dat ik het niet vergeet om een Engelse vertaling eronder te doen. En anders moet ik... Ze komt uit Oekraïne, ja. Moet ik de Oekraïense taal zien te vinden. Dus ja, komt allemaal goed. Ja, komt allemaal goed. En ik heb nou ook het telefoonnummer van de baas ingekregen. Oh ja, dat moet ik nog even naar mijn tas. Hallo. Ja, dat is ook zo'n schat. Echt een schat, een engel. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Zo, voilà. En ik heb een pizza meegenomen. Ik ga, en nog wat. Waar Big Bazaar zat. Daar komt Scapino in. Maar daarnaast, een winkeltje, dat is ook een schat van een vrouw. Daar kom ik ook altijd. Daar heb ik weer wat gekocht. En dat is... Bling bling, een armbandje. Niet de enigste, nog een bling bling, armbandje. En dat is deze. Ja, en dan heb ik bij Lucardi ook weer een armbandje gekocht. En daar zit roze bij in. En dat heeft ze bij toeval gedaan omdat mijn haar ook een pluk roze is. Ik weet niet of jullie het al zien. Ik zit er dichtbij, denk ik. Niet die. Die laten we even weg. Weg, 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 weg. Jij naar voren. Hup, hup, hup. Barber truc. Zo. Hangen we die daar even? Nou, en ik hoop dat jullie het nou zien. Deze, die moet je wegdenken. Maar hier zit roze. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik mag het hopen van wel. Ja, dat staafje, daar zit roze in. Godkind, doe je. Maar die zit ook wat strak, laat me zeggen.
Die kan ik lekker oprollen. En dan hup, kan ik die ervoor doen. En die zit lekker strak ook. En dan hou ik deze voor weer een noot. Ja. En die blijft daar hangen. Mocht deze breken, deze kraaltjes, dan heb ik die kraaltjes weer. En dan proberen we deze weer te maken. En de brede armband en die zwarte, die zitten hierin. Ja, dus dat ruimen we ook weer op. Dus ja, het is vandaag een bevlogen dag. We zijn ook bij Marianne geweest. Helemaal gezellig. Ja. Oh, dat doe jij. Ik denk, wat hoor ik nou? Maar jij zit op zo'n hoefje te kauwen. Ja, moet ook kunnen. En ook dit is gelukt. Daar ben ik ook blij mee. Ja, ik heb weer internet. Ha! Onbeperkt. En dat was het ook. Dus hoe kan het in vredesnaam daarvan af zijn gegaan? Het gaat nooit wat veranderd. Dus ja, hoe het kan. Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Zo in een. Nog nooit meegemaakt dat ik mijn data op had gemaakt. Nee, omdat ik ook onbeperkt had. Dus we snappen er geen van allen van, ook Vodafone niet. Ik zeg, het is voor het eerst in mijn leven. Zolang ik een mobiel heb die op internet kan. Ik zeg, nou ja, ik zeg, kijk maar terug wanneer een mobiel internet ging krijgen. We hadden wel mobieltjes, maar er was alleen nog een sms. Nee, eerst was het alleen maar bellen. Later kwam het sms erbij. En weer veel later kwam er ook gewoon dat je ook verder internet had en dat je een foto kon maken, etc. Nou, vanaf die tijd heb ik een mobiel met internet en nooit over mijn data heen, omdat we onbeperkt hadden. Dus ja, ik snap het nog niet hoor. Maar ik kan weer van alles doen en daar ben ik blij mee. Ja, hoera! Echt geweldig. Ik heb het allemaal weer geregeld. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik ga zo meteen mijn pizza in de oven doen. En wat voor pizza heb ik? Met mozzarella. Lekker. En mijn eigen kaas er nog overheen. Wie weet. Is ook lekker. Extra voeding. Ja. En dus. Maar ja, al met al staat er ook nog steeds die vaat. En daar heb ik ook nou totaal geen behoefte aan om daar naar om te kijken. Morgen weer een dag. Ik verga namelijk van de rugpijn en dat heb ik altijd als ik bij de kapper ben geweest. Na die tijd, dan ben ik eigenlijk, ik wil niet zeggen ziek of zo, maar ik ben wel wat misselijk van de rugpijn. Omdat, ja, die stoelen die een om achterover zitten, nou dat vergt veel van een persoon in het algemeen die zwaar rugpatiënt zijn. Of nou een man of een vrouw is of een kind is, maakt niet uit. Het vergt veel van die persoon die dat heeft. Kan je niks aan doen? Nee. Maar ja, wie mooi wilt zijn, moet pijn lijden, wordt er dan gezegd. Ja toch? Dus. Ik ga Rijka even naar buiten doen, want die wil de tuin in. Hé? Ja, voor de zoveelste keer. En dat in een korte tijd. Hé? Jo? Hoor je naar buiten toe? Jonge dame. Hoor je naar buiten toe? Ja? Moet die open? Nou, hij was nog niet goed dicht ook. Zo dan, voel ik er. Zo. En daar ligt nog een andere dame. Hé? Is het lekker allemaal, schat? En dan krijgen jullie zo meteen een vishuidje, een zalmhuidje. Ja. En ik hoorde Marel, maar waar is Marel? Daar is Marel. Onze Gandalf. Ja, kerel. Ja, mijn kerel. Vertel het maar. 1, 2. Nee? Ja, doe maar, het mag. 1, 2. Ja, dan doe je het niet. Ga je weer die kant op. Het is wat je zelf wilt, schat. Ja. En dus.
Ja, ik kreeg gisteren zomaar van iemand te horen dat ze het erg vond van mijn vloer. Onder een vlog. Nou, dat vind ik heel erg lief. Dat was, meen ik, als ik het goed kan herinneren en goed uitspreek, Reina. Dank je wel, Reina, dat je het zo erg voor mij vindt. Ja. En komt wel goed, hoor. Ja, ik zit daar me niet over in, maar... het is nou eventjes niet anders. Ja, we zijn druk bezig om dingen daarvoor te regelen. Maar het komt allemaal wel goed. Ja. Dat gat is trouwens het ergste. Dat gat. En dan heb je daar een heuveltje. Daar loopt de kandals net langs. Daar witte vlekken. En bij de prullenbak ook een paar kleine witte vlekjes. Nou ja, hier ook. Kijk, hier ook zo'n gaatje. Daar allemaal. En ja, dat is ook een gat hoor. Daar zie je ook het beton. Hier net nog niet. Daar weer wel. En daar ook. Ja, en daar is ook nog een plekje. En hier komen kale plekjes. Hier heb je ook een plek, maar daar zie je nog geen beton. Maar ja, daar zie je weer beton. Ja, kind. Nee, je komt nou niet buiten. Wat denk je? Het is donker. Kom jij echt niet meer buiten. En de rest van de kamer, ja, waar ik bijna niet met mijn stoel kom, daar zie je niks. Maar helaas, er zit geen ondervloer onder. Maar ook de betonnen vloer, die had toen destijds geëgaliseerd moeten worden. Want er zaten voordat wij erin kwamen, gaatjes en kuiltjes en los beton, los grind, hoe noem je die troep, lag erop. Dat je kon dat allemaal, als je dat opzoog, hoor je dat gewoon door die stangen ratelen. Ja. Bizar, het had toen door de woningbouw al geëgaliseerd moeten worden. Maar ja, daar was gewoon geen tijd voor. En dat was weer andermans schuld. Ja. Maar oké, lieve, lieve vrienden en lieve Reina. Ja, zo is het nou eenmaal. En de gemeente die doet geen ene malle hannes. En de woningstichting doet ook geen ene malle hannes. Dus ja, je zit er wel weer mee. Maar het komt wel goed. Ja, het hangt me niet op mijn rug, ik hoef het niet mee te sjouwen. Zo is het ook nog een keer. En nou moet ik om mijn kattenstaart denken, ook dat nog. Maar oké, lieve vrienden, alweer zo'n 12 minuten zit het kletsen zo te zien. Maar het komt allemaal wel goed. Ik ga lekker nou de pizza in de oven doen en de televisie aan doen en en lekker eten. En een vlog in elkaar zetten. Moet allemaal. En ik gooi de meisjes eventjes, die grote moet ook zometeen even de tuin in. En dan vanavond weer even lopen met ze. Want nou ook het miesert buiten. Je wordt er zeikende door nat van. En ik hoop dat dat overgaat. Dat het gewoon weer droog wordt. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden. Ja, het is weer de hoogste tijd om naar boven toe te gaan. Dus dat gaan we ook wel doen aan deze kant. Dus wij zeggen hier, zowel Elwing, zowel Rijka, zowel Kandalf. En ik, zei de gek, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, hè? God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, lieve vrienden. Doei, doei.